Goedenavond. In de komende jaren zal de werkloosheid blijvend toenemen. Dat is de verwachting van de Raad voor de Arbeidsmarkt. Volgens de vandaag uitgekomen arbeidsmarktverkenning 1983 zal de werkgelegenheid dit jaar met 100.000 arbeidsplaatsen afnemen. U hoort professor Cedré van de Raad voor de Arbeidsmarkt. Ik denk ten eerste dat er bij de overheid minder mensen zullen gaan werken. En ten tweede zal de afbraak van arbeidsplaatsen in de industrie door de economische ontwikkeling door blijven gaan. Tot 1985 zullen jaarlijks 75.000 mensen een baan proberen te krijgen. Van 1985 tot 1990 zullen er per jaar 67.000 gegadigden voor een baan bijkomen. Als mogelijkheid om de werkloosheid tegen te gaan, noemt de Raad voor de Arbeidsmarkt verdergaande herverdeling van werk. Daarnaast zal het technisch onderwijs moeten zorgen voor vakmensen die nuttig zijn voor het bedrijfsleven. Op Schiphol is vanmorgen de Surinaamse ambassadeur Henk Herrenberg in ons land teruggekeerd. Dit nadat hij deze week zijn informatieopdracht voor de nieuwe regering in Suriname had afgerond met een rapport voor legerleider Boutersen. Herrenberg wilde na zijn aankomst op Schiphol de pers niet te woord staan. Hij verliet de luchthaven via een achteruitgang. De reddingboot Nine Anna van Schiermonnikoog is vanmiddag op de Noordzee in moeilijkheden gekomen en omgeslagen. De 6 opvarenden zijn gered met behulp van een helikopter van de marine. De Nine Anna had vanmorgen de haven verlaten voor een proefvaart. 3 mijl uit de kust van Schiermonnikoog kwam de boot in moeilijkheden door hoge golven en sterke stroming. De Nine Anna is een nieuw scheepje van dit type. Het is van aluminium, heeft een geringe diepgang en is bijzonder geschikt voor ondiep water. Nadeel van de constructie is dat het na omslaan niet meer vanzelf overeind komt. Pogingen om de Nine Anna naar de haven te brengen zijn tot nu toe mislukt. Het scheepje is voorlopig verankerd aan het strand. Ghana heeft vanmiddag zijn grens met Togo voor een periode van 12 uur geopend om de Ghanezen toe te laten die Nigeria moeten verlaten. De grens was dicht sinds september om smokkel tegen te gaan. Aan de grens tussen Ghana en Togo wachten tienduizenden vluchtelingen die via Benin uit Nigeria zijn gekomen. Nigeria, dat alle buitenlandse werkkrachten weg wil hebben vanwege de heersende werkloosheid, heeft hen tot maandag de tijd gegeven het land te verlaten. In Rome is een 57-jarige gevangenbewaarster ontvoerd en later vermoord. Gisteravond werden in een vuilnisbak bij het dagblad Il Messaggero een foto en een pamflet gevonden, afkomstig van een groep die zich bewapende proletarische macht noemt. Op de foto van de ontvoerde vrouw stond onder meer: wij zullen allen gevangenissen afbreken. Vanochtend werd de bewaarster gevonden in de kofferruimte van een gestolen auto in een oostelijke buitenwijk van Rome. De Europese schaatskampioenschappen op de Uithofbaan in Den Haag. De Nederlander Frits Galey won de 500 meter. Hij reed de rit tegen de Noor Karlstad in een tijd van 40/14 seconden. De 5000 meter was een overwinning voor de Noor Nilan. Hij liet in zijn rit tegen de Rus Botchkarev een tijd afdrukken van 7 minuten en 18/800 seconden. De tijd van Botchkarev van 7/19 precies was goed voor een tweede plaats. In het algemeen klassement, na 2 afstanden, leidt de Zweed Gustafsson. Onze landgenoot Iep Kramer staat tweede en de Noor Nilan derde. Frits Galey is vierde in het totaalklassement na de eerste rijdag en wereldkampioen Hilbert van der Duim is als vijfde geclasseerd. Het weer, wisselend bewolkt en enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 7 graden. Goedenavond. Als de kat moet binnenkomen, rammel dan met een pak Felix. Dat vinden alle katten fantastisch lekker. Felix.
Dat smaakt.